Er komt geen nieuw stadion voor FC Dordrecht. Burgemeester en wethouders weigeren namelijk garant te gaan staan voor een miljoenenlening. Nee, klopt. Jammer, we hebben alle mogelijkheden onderzocht. Maar helaas, het zit er niet in. Geloof ik al het vierde plan, hè, wat afgeschoten wordt. Nou ja, we hebben met elkaar gezegd van we moeten alle mogelijkheden onderzoeken. Dat hebben we nu gedaan met dat maatschappelijk financieren. En ja, zoals het in besluit staat, is het college niet bereid om die garantstelling te verlenen van 16, 17 miljoen. Ja, dan zijn eigenlijk alle plannen die er zijn, die zijn nu eigenlijk op. De gemeente was wel bereid om wat randvoorwaarden te creëren. Hè? Parkeerterrein, een toegangsweg. 1,7 miljoen lag op de plank. Blijft dat op de plank of is dat nu ook weg? Nou, het blijft wel op de plank. Maar de stadionontwikkeling staat nu stil. Dus de gemeenteraad moet nu beslissen wat ze met die 1,7 miljoen gaan doen. Nou, wat mij betreft wordt die gestoken in de verdere sportontwikkeling van Dordrecht. Want het stadion van FC Dordrecht is nu verder weg dan ooit? Nou, daar lijkt het wel op als je realistisch bent. Wel jammer. Maar dit idee, dat staat nu stil. Dus ja, ik denk dat FC Dordrecht ook goed moet nadenken over de toekomst. Hoe gaat dat verder? En wat de rol van de gemeente is, die is eigenlijk nog een beetje, die is vrij beperkt dan blijkbaar nu op basis van dit besluit. Ja, u gaat het besluit natuurlijk nog voorleggen aan de gemeenteraad. Maar ja, gezien het feit dat er al een coalitieakkoord ligt waarin al stond, we gaan FC Dordrecht niet financieel ondersteunen, lijkt het doek nu wel te vallen voor het plan. Op basis van dit plan wel, ja, klopt. Verwacht u nog een nieuw plan? Ja, zeker van FC Dordrecht. Het is altijd moeilijk in te schatten. Hè. Er zijn natuurlijk nog meerdere opties aan de kant van FC Dordrecht. En het is voor ons nu ook even afwachten welke plannen ze eigenlijk uit de kast gaan trekken. Maar als je gaat kijken naar alle plannen die er toen nu zijn geweest, commercieel, maatschappelijk, is de ruimte die ze hebben is eigenlijk bijna nihil. Dus het ziet er somber uit? Jammer genoeg wel. FC Dordrecht is boos. Manager Hans de Zeeuw zegt in een telefonische reactie dat het stadionplan wel degelijk haalbaar is. En dat burgemeester en wethouders politieke onwil tonen en de club de nek om willen draaien. Hij zegt dat FC Dordrecht strijdbaar blijft en de partijen in de gemeenteraad gaat benaderen om toch een meerderheid te krijgen voor een garantiestelling voor een nieuw stadion.